welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen. En dit is een video waar jullie maar dood om hebben gespamd. En het gaat vandaag over de nieuwe make-up bij de Action van het merk Max & More. Max & More is het grootste make-up merk bij de Action. En hun hebben hun hele collectie, hun hele lijn, helemaal veranderd met allemaal nieuwe producten. Ik ben hier al lang van op de hoogte, want ik heb een jaar samengewerkt met Max & More. En ik was al dus op de hoogte van het feit dat hun met een hele nieuwe collectie zouden komen. Ik werk nu niet meer samen met hun. Dus ik ben naar de Action gerend en heb de hele collectie gekocht. Tenminste van wat ik ervan kan vinden. Want jullie weten, bij de Action, de collecties zijn er altijd een beetje half en zo. Maar het meeste was er volgens mij. En volgens mij was alles er gewoon. Dus als het goed is heb ik alles. Maar ik heb in ieder geval zoveel gepakt als kan. Alles is weer super super goedkoop. Zoals altijd. En net als jullie ben ik heel erg benieuwd naar al deze make-up. Want ik hou van betaalbare make-up. En helemaal als het zo super super goedkoop is als Max & More. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat werken. Ik heb hun hele oude collectie ook. Ik heb van hun oude collectie alles al minimaal één keer getest. En er zitten daar echt een aantal producten bij die echt best wel goed waren. Maar ook een heleboel slecht. Dus ik hoop dat deze producten ook gewoon goed gaan zijn. Of vast niet allemaal, want dat gebeurt echt bijna nooit. Maar we will see. Dus vandaag wordt een full face met de nieuwe collectie van Max & More. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag eerst beginnen met de gezichtsmake-up en dan pas de oogmake-up. Ik ga mijn gezicht primen met de nieuwe Max & More Matte Fine Primers. Hun oude collectie had ook al een aantal primers. Die had er 3. Dit is een matte. Ik kon ook geen andere mee vinden. Dus ik weet niet of ze die andere 2 primers weg hebben gedaan. Dit is een matte. Die was er al. En ze hadden ook eentje die hydrateert. En ook eentje die glanzend maakt. Die je gezicht laat glanzen. Ik vond hun oude primers altijd super super fijn. Vooral die hydrateert heb ik heel vaak gebruikt. Ik heb zelfs dat flesje helemaal opgemaakt. Dus ik hoop dat deze net zo goed gaat zijn. Ik kon alleen maar de matte vinden. Dus ik weet niet of ze nog andere hebben. De matte heeft nooit echt mijn voorkeur. Want ik heb een normale tot droge huid. Maar goed, we gaan het toch gewoon proberen. Ik vind de verpakkingen er allemaal iets beter uitzien dan de oude collectie. Al lijkt het wel nog gewoon een beetje op de oude collectie. Maar gewoon ja, iets beter. Dit is de primer. Gewoon zo wit. En wie ga ik dan aanbrengen over mijn hele gezicht? Nou, het smeert goed uit. Ik heb niet echt het gevoel dat hij mijn gezicht nou mat heeft gemaakt. Ik zie gewoon nog helemaal een glans. Maar ik vind hem wel heel fijn aanvoelen. Dan ga ik verder met foundation. Ik heb hier de Max & More Foundation. Zo heet hij ook gewoon echt. Foundation heeft verder geen individuele naam of zo. Ik heb hier de kleur 126. Maar ik heb 2 kleuren gepakt. Waar is die andere kleur nou? Oh, en ik heb hier de kleur... Oké, er viel van alles van mijn bureau af. Ik heb dus 2 kleuren, want ik wist niet welke kleur ging matchen. Ik heb 126 en 122. De foundations van hun oude collectie vond ik echt helemaal niks. Dus ik hoop dat deze beter gaan zijn. Ik heb alleen geen idee welke kleur ik ga hebben. Ik denk de donkste kleur. Ik ga beginnen met 126 en dan zien of die goed is. En anders ga ik gewoon die andere aanbrengen. Er staat by the way op dat het een matte foundation is. En je krijgt 30 milliliter. Dat is een normale hoeveelheid voor een foundation. Ja, ik denk dat deze kleur perfect gaat zijn voor mij. Ik breng het aan met mijn NYX Cosmetics spons. Die van hun oude collectie was altijd zo super plakkerig en bracht helemaal niet mooi aan op de huid. Ik voel nou dat deze ook een beetje plakt. Wel een stuk minder dan die oude, dus hij voelt al wel een stuk beter aan dan die andere. Die andere, ik bracht die aan en ik wist dan gewoon gelijk, dit wordt helemaal niks. Ik zie wel dat hij niet heel veel dekking heeft en hij is echt mat. Dus die claim klopt echt. De kleur matcht echt toppie. Ik vind hem echt een stuk beter dan van hun oude collectie. Die oude collectie bracht niet fijn aan. Ik vond die gewoon echt vreselijk op de huid. En de kleuren waren ook echt vreselijk. Er zat zelfs geen enkele kleur bij die echt perfect matchte met mijn huid. En dit is een kleur die echt gewoon perfect matcht met mij. Gele ondertoon ook. Hij is ook gewoon echt mat. Dus als je daarvan houdt, vind je hem top. Tot nu toe vind ik hem mooi op de huid. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat zitten. Maar... ik vind het voor nu mooi, maar het is een mooi. Ik moet er nog even een beetje over nadenken. Iets waar ik ook heel, heel enthousiast over ben, zijn de nieuwe Max & More concealers. Max & More had nog niet van dit soort concealers. Ze hadden wel een concealer, maar dat was zo'n ander soort verpakkingje. En die concealer was ook echt niet fijn. Die dekte echt helemaal niet. Deze concealers zien er een stuk beter uit. Ik heb weer 2 kleuren, omdat ik niet goed wist welke kleur ik moest pakken. Ik heb hier Light Sand en Honey. Honey is iets donkerder. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen met de kleur Honey. En dan misschien als hij te donker is, dan pak ik de kleur Light Sand. Oké, dit is dan de concealer. Het is gewoon een vrij normale concealerverpakking. Niks speciaals eraan. Hij voelt ook echt goedkoop aan. Hij is echt super licht en zo.
Even kijken, dit is de applicator. Ik hou van zo'n applicator. Hij is wel echt heel erg klein. Dit is een kleinere applicator dan dat ik gewend ben. Maar dat maakt in principe niet echt uit. Even kijken, ja, dit is wel een vrij donkere kleur. Hij matcht echt iets te veel met mijn huiskleur. Ik persoonlijk hou er altijd van als mijn concealer echt een stuk lichter is. Dus ik ga toch even de kleur Light Sand aanbrengen. Ja, deze is echt een stuk lichter. Ik ga toch voor de kleur Light Sand, jongens. Hij brengt wel heel dunnetjes aan. Ik hoop dat hij wel een beetje goed gaat dekken. De kleuren zijn wel echt top met die gele ondertoon zo. Ben ik niet zo gewend van de Action Makeup. Ik ben er echt blij mee. En dan weer inblenden met mijn spons. Oké, nou dat ziet er op zich best wel gewoon goed uit. Het heeft alleen niet heel veel dekking. Deze concealers hebben echt een, kan ik zeggen, lichte dekking. Een medium tot lichte dekking. Daar komt een beetje op neer. Ze dekken wel een heel klein beetje, maar echt niet heel veel. Dus als je echt een concealer zoekt die alles heel goed gaat bedekken, dan gaat dit niet de concealer zijn voor jou. Dit zijn meer van die everyday concealers. Van ik wil gewoon een beetje concealer op voor naar school of wat dan ook. De kleuren zijn echt prachtig. Ja, voor nu ziet het er oké uit, jongens. Ik kon geen nieuwe losse poeder vinden van hun. Ik weet niet of die er gewoon niet is of dat gewoon die Action ze niet had. Dus ik gebruik gewoon even mijn Essence My Skin Perfecto poeder om de hele video toch nog betaalbaar te houden in de kleur 10 Light. Dit is by the way echt een hele fijne betaalbare losse poeder. En dan de beroemde Max & Mo Fixing Spray. Deze is van hun oude collectie. Ik heb al in 100 video's verteld hoe geweldig deze spray is. Ik heb er hier ook nog achter 5 staan. Omdat ik ze gewoon allemaal heb ingeslagen. Omdat ik dus wist dat ze weg zouden gaan. Ik heb gezien op de Max & Mo Instagram dat ze een andere spray hebben. Ik kon die alleen niet vinden in de Action. Dus ik gebruik gewoon nog die van hun oude collectie. Maar zodra ik die vind, ga ik die zeker halen. Want ik ben heel erg benieuwd of die net zo geweldig gaat zijn als deze. Ik hoop het wel, want deze is echt geweldig. En ik vind echt super jammer dat hij weg is. Alleen ja, misschien is die andere even goed. Dus we will see. Maar die hadden ze dus helaas niet. Maar ik ga nou deze even sprayen. En jongens, ik heb eindelijk een nieuwe wire roze. Die heeft mijn moeder vanuit Spanje meegenomen voor mij. Zij was ook de persoon die mijn oude was kwijtgeraakt. Dus ze heeft het weer goed gemaakt naar mij met een roze. Super leuk. Mijn moeder was by the way met mijn zus en de man en mijn pleegzusje 4 weken lang weg naar Spanje. Dus ik was 4 weken hier alleen. Maar nou is iedereen weer terug. Behalve mijn zus en de man. Die zijn nog 2 weken daar. Om even een soort van privé tijd te hebben daar. En dan komen hun ook weer terug. Ik zou ook gaan, maar ik ben toch niet gegaan. Want ja, ik had geen zin meer. Ook met corona en zo. Ja, dat is allemaal gedoe. Oké, dan ga ik nou beginnen aan de ogen. Ik heb een heel schattig oogschaduwpaletje van Max & Mo. Eyeshadow palette. Er staat er verder niks op. Het is een beetje een warm paletje. Met vooral warme kleuren. Een beetje rozig, paars, bruinig kleurtje. Ideaal voor everyday looks. Dit zijn dan de kleuren. Je hebt matte en glanzende kleurtjes. Dus je kunt hier denk ik best wel een aantal verschillende looks mee maken. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit paletje gaat werken. Er zit weer zo'n dom kwastje bij die niemand gebruikt. Dit is echt een ideaal paletje gewoon voor everyday. Voor als je gaat werken en je een beetje oogschaduw op wilt. Of naar school of wat dan ook. Hiermee ga ik even een look maken. Dus we gaan weer inzoomen op de ogen. Oké, we zijn lekker ingezoomd. Je kunt nou ook de gezichtsmake-up iets beter zien. Zoals je kunt zien, super, super mat. Maar ik heb ook alleen maar matte producten gebruikt. Mijn gezicht is echt heel smooth. Ik vind wel dat je het best wel goed kunt zien zitten op de huid. Maar ja, ik wacht het gewoon nog af tot het einde. Ik ga nou in ieder geval beginnen aan de ogen. Even kijken wat voor lookje ik hiermee ga maken. Ik denk dat ik hier gewoon een draagbare look mee ga maken. Niet te heftig. Ik ga beginnen met de matte kleuren hier. De kleurnamen staan allemaal hier achterop. Met mijn Zoeva 228 Fluffy Quads breng ik die kleur aan in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik de matte kleur ernaast. Die is iets donkerder, iets meer warm donker. En die breng ik ook in de arcadebogen aan en een beetje onder die andere kleur. Dus ik ga er niet helemaal overheen, maar ik blijf er een beetje onder. Zodat ze mooi zo in elkaar blenden, hopelijk. Oh, ik had niet verwacht dat deze kleur heel anders ging zijn op mijn oog. Maar toch zie ik wel echt heel veel verschil met die andere kleur. Dat vind ik wel fijn eigenlijk. Ik had echt verwacht dat ze helemaal zo in elkaar zouden blenden in één kleur. Dan pak ik deze glanzende, beetje oranje-achtige kleur hier. Die breng ik aan met deze kruidvatkwast nummer 5. En ik heb de kwast nat gemaakt met fixing spray. En die wil ik aanbrengen zo op mijn ooglid. Oh, heftig. Oké. Ik breng hem niet helemaal hier vanaf het begin aan. Want daar wil ik zo meteen een andere kleur gaan doen. Dus ik breng hem ietsje daarnaast aan. Het is wel een super poederig paletje. De matte kleuren niet, maar deze glanzende kleur. Kunnen we dit zien?
Oh my god. Het valt gewoon helemaal uit elkaar. What the F. Mensen, echt, die kleur valt echt letterlijk helemaal gewoon uit elkaar. Oké. Dan pak ik de donkere kleur hier, deze glanzende kleur. En die breng ik dan zo ernaast aan, richting het uiteinde. En dan een beetje zo met elkaar inblenden hier zo. Nou, die kleur valt iets minder uit elkaar. Niet zoals die andere kleur ernaast. Dan pak ik weer die andere kleur. Dan breng ik die weer een beetje extra zo hier aan. En dan blend ik het ook weer in met die glanzende kleur ernaast. Dan pak ik de kleur hier. Dit is de lichtste glanzende kleur uit het paletje. En die kleur breng ik zo in de binnenste ooghoek aan. En dan breng ik het zo omhoog aan als een soort van lijn, zo omhoog. En dan ga ik zo een beetje over die kleur ernaast. Zo. Zien we dit? Gewoon zo een soort van lijntje. Ik moet wel zeggen dat ik de kleur niet heftig genoeg vind. Ik had hem iets heftiger verwacht, maar maakt niet uit. Doordat ik nou zo deze kleur zo hoog aanbreng in een soort van lijn, dan lijkt het ook alsof mijn ogen wat groter zijn. Zo, en dan breng ik weer een beetje van die heftige, lichtere kleur hier ernaast aan. Dan pak ik de donkere, bruine, matte kleur hier aan het uiteinde. Dit is de meest donkere kleur in het paletje. En dan met de kleine fluffy kwast breng ik die nog aan zo hier aan het uiteinde. Een beetje inblenden met die glanzende kleur ernaast. En dan een beetje zo uitblenden naar buiten. Ik gebruik hiervoor mijn Zoeva 224 kwast. En dan ga ik die kleur ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik trek het alleen niet helemaal door tot aan de binnenste ooghoek. Ik stop zo hier iets over de helft. Dan breng ik ook even een bruin oogpotloodje aan in mijn waterlijn. Deze is van Catrice. Dan wil ik als laatste ook nog deze lichte matte kleur gebruiken. Altijd als ik een nieuw paletje gebruik, dan wil ik altijd zoveel kleuren als kan gebruiken. Zodat ik echt goed weet wat ik straks van het paletje vind. Pak ik een beetje van die lichte kleur en die wil ik een beetje aanbrengen zo hier in de binnenste ooghoek. Normaal gebruik ik hiervoor een glanzende kleur. Maar ja, ik wilde toch echt even deze lichte matte kleur gebruiken. En die kleur breng ik dan ook een heel klein beetje aan, zo hier onder mijn wenkbrauwen. Nou, dit ging op zich best wel goed. Ik ben echt blij met de ooglook. Het enige waar ik een beetje problemen mee had, was de kleur hier. Omdat die gewoon letterlijk helemaal uit elkaar valt. Maar ik heb ook nog twee andere glanzende kleuren gebruikt. Deze hier en deze hier. En die vielen niet uit elkaar. Dus ik weet niet of het gewoon echt aan deze ligt. Ik weet niet wat ze anders hebben gedaan met die kleur. Alleen die viel echt totaal uit elkaar. Voor de rest, de kleuren brengen mooi aan. Ze blenden ook wel goed samen. Ik had geen moeite om zo'n look te maken. Het is een draagbare look qua kleuren. Maar het is toch wel een heftige look qua hoe ik het heb gecreëerd. Ik ben er echt wel blij mee. Ik vind het echt een goede look. En het ging eigenlijk gewoon best wel goed. Dan heb ik hier ook van Max & More de gel eyeliner. Zo eentje hadden ze ook al in de oude collectie. Die vond ik fijn. Alleen die droogde echt super super snel uit. Je kon hem echt letterlijk slechts 1 of 2 keer gebruiken. En dan was hij al uitgedroogd. Dus ik hoop met deze niet. Hopelijk hebben ze hiermee iets gedaan. Ze hebben ook een kwastje erbij gedaan. Alleen die gebruik ik niet. Deze gaan we even proberen. Het is gewoon in de kleur black. Ik zag verder ook geen andere kleur. Dus volgens mij hebben ze alleen maar zwart. Dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon een vrij normale zwarte gel verpakking. En dit is dan hoe die eruit ziet. Ik moet wel zeggen dat hij er echt precies hetzelfde uitziet als die van de oude collectie. Bij sommige producten twijfel ik ook een beetje of het nou echt een nieuw product is. Of dat ze gewoon de verpakking hebben veranderd. Maar goed, hiermee ga ik even een lijntje maken. Ik wil eigenlijk niet een hele wing maken. Maar ja, misschien ga ik het toch gewoon doen. De kwast die ik gebruik is de Zoeva 317 kwast wing liner kwast. Hij bracht echt super smooth aan. Gewoon goed zwart. Ook gewoon heel erg fijn. Hij bracht letterlijk aan als de oude. Dus ik denk echt serieus dat dit gewoon geen verschil is. Gewoon precies hetzelfde. Maar dan gewoon een andere verpakking. Al denk ik wel dat deze ook snel gaat uitdrogen. Net als die andere. Dan heb ik hier ook een nieuwe Max & More mascara volumizing. Dus dat hij volume geeft. Daar hou ik van. Ik hou altijd van mascara's die veel volume geven. Tot nu toe is er bij de Action geen enkele mascara geweest die ik goed vond. Niet van Max & More, maar ook niet van andere Action merken. Dus ik ben benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Ik vind de verpakking al wel heel erg mooi. Dit is hoe die eruit ziet. Zo'n beetje rosé-chroomachtig. Oeh, grote borstel. Ik ben nooit zo'n fan van dit soort grote applicators. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Hij voelt echt een beetje nattig aan of zo. Nou, je kunt mijn mini wimpers echt weer totaal niet zien. Ik vind hem echt een stuk beter dan hun oude mascara's. Die waren echt bagger. Deze is echt al een stuk beter. Vind ik hem fijn? Nee, alsnog niet. Dit wordt nog steeds geen mascara die ik ga gebruiken. Essence heeft het eigenlijk een beetje verpest voor iedereen. Want Essence heeft zulke goede mascara's voor zo'n lage prijs dat ik ze altijd vergelijk met die. En dan zou ik toch 1 euro extra betalen voor Essence dan voor deze. Maar het is zeker een
een vooruitgang. En ik kan zo wel inschatten dat sommige mensen hier wel blij mee gaan zijn. Oké, jongens, ik ga even nep wimpers aanbrengen en zo. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ben weer terug. De wimpers die ik op heb gedaan zijn weer mijn Primark wimpers in de stijl 747. De wimpers die ik echt bijna altijd opdoe. Nou ga ik mijn gezicht bronzen en contouren met dit paletje van Max & More. Bronzen en highlight paletje. Het is een bronzer dus, maar ik wil ook mijn neus ermee gaan contouren. En er is ook een highlight kleur ernaast met volgens mij een hele lichte glans erdoorheen. Dit is de kleur 505 Goddess Glow. Ik zag verder geen andere kleuren. Er hingen er best wel veel en ik had nog gecheckt. En alles wat er hing was in de kleur 505. Dus ik denk dat er gewoon geen andere kleur is ofzo. Dat vind ik wel jammer, want ik vind dit een vrij lichte kleur, maar oké. Dit is dan de verpakking en je kunt hem gewoon zo openmaken. Glanzende kleur, ja, het is echt een glanzende kleur. Dus geen matte kleur, dus je gaat het niet aanbrengen over je hele gezicht. En het is ook echt een vrij lichte kleur. Heel dit paletje is best wel licht. Ik vind het echt super jammer dat er geen donkerdere kleuren zijn, maar oké. Ik ga dus hiermee maar proberen te bronzen, ondanks dat de kleur super licht is. En ik ga beginnen met het contouren van mijn neus. Ja jongens, dit is gewoon bijna niet te zien op mijn huidskleur. Ik breng echt veel aan nu, hè. Je ziet echt bijna niks gewoon. Oké, dus het komt er gewoon op neer dat iedereen met een ook maar een ietsje donkerdere huidskleur gewoon niet kan bronzen. Je kunt het echt alleen maar gebruiken als je echt een lichte huidskleur hebt. Ik ben niet eens heel erg bruin of heel erg donker. En bij mij is het al niet te zien. Laat staan als je nog donkerder bent dan mij. Nee, ik vind het echt niet oké. Ik kan ook niet zien nou echt wat ik ervan vind, want ik kan het bijna niet eens zien überhaupt. Dus dat vind ik wel echt super, super jammer. Ik heb verder geen blush van hun. Ik kon geen blush vinden, dus ik ga gewoon even een blush van mij gebruiken. Ik ga deze MUW blush gebruiken in de kleur Rouge Punch. En dan wil ik ook nog deze highlight kleur gaan gebruiken als highlighter. Ondanks het feit dat die echt vast veel te licht gaat zijn voor mij, wil ik toch wel zien ja, hoe die gewoon gaat aanbrengen. Heel poederig. Echt net als krijt gewoon. Nee, dit is niet zo mooi. De kleur is ook niet zo mooi. Het is een beetje een soort van paarsige kleur of zo. I don't like it. Ik vind de ondertoon van de kleur niet mooi. Het is ook echt super poederig. Zien we hoe poederig dit is? Kijk even. Kijk even hoe poederig dit is. Nu kan ik wel echt heel goed de kwaliteit zien van het paletje. En ik moet toch concluderen dat dit paletje echt een no is. Ik ga toch, ondanks dat ik hem niet zo goed vind, een klein beetje aanbrengen op mijn neus. Zoals ik altijd doe. De video ging net zo goed. En dan komt ineens dit. Ik breng hem ook aan in de binnenste ooghoek voor een extra pop. Dan als laatste hebben ze ook allemaal nieuwe lipsticks. En ik heb gewoon 3 kleuren gepakt. Het zijn allemaal matte lipsticks volgens mij, ja. Ik heb hier de kleur Crème Brûlée. Dit is een beetje een lichte nude kleur. Dan de kleur 344 Muffin. En de kleur Rusty Rose. Ik wil ook alle 3 de kleuren gaan aanbrengen om te zien ja, hoe ze er gewoon alle 3 uitzien. Ik ga beginnen met de lichtste kleur Crème Brûlée. Dit is een hele mooie nude kleur. Tenminste, zo ziet hij eruit. Ik denk dat hij zo sowieso te licht gaat zijn voor mij, dus ik zou moeten aanbrengen met een iets donkerdere kleur qua lippotlood. Maar ik ga nou geen lippotlood gebruiken, omdat ik echt gewoon even deze kleuren wil laten zien. Wow, super creamy. Nou, ik vind de kleur mooi. Hij is al te licht voor mij, dat had ik al verwacht. Hij brengt wel super creamy aan en zo ziet hij er ook uit. Ik vind hem absoluut niet mat, dus ik snap niet waarom er staat mat. Het is een beetje een gevalletje als de primer. Er staat mat, maar hij is totaal niet mat. Ik vind hem wel heel goed gepigmenteerd. Daar ben ik heel blij mee, vooral met zo'n lichte kleur. Is dat niet altijd het geval. Dus voor de prijs vind ik hem echt wel gewoon goed. Ik moet ook zeggen dat ik de lipsticks van de oude collectie ook super, super goed vond. Dus ja, dat verwacht ik nu ook. Dan ga ik nou in met de kleur Rusty Rose. Dit is een beetje een plamkleur. Een beetje meer paarsachtig. Ook echt heel erg mooi. Als ik het me goed herinner, was er ook een kleur Rusty Rose in de oude collectie die er ook zo uitzag. Deze kleur is echt fantastisch. Ook weer goed gepigmenteerd. Brengt super creamy en fijn aan. Is ook weer absoluut niet mat. Maar ik vind hem echt heel erg fijn. Ik ben echt impressed met de lipsticks. Super, super goede lipsticks. Vooral voor die lage prijs. En dan als laatste de kleur 344 Muffin. Dit is een beetje een donkerdere bruine kleur. Heel mooi lijkt hij wel.
Dit is echt een fantastische kleur. Zo'n kleur zat er niet bij bij de oude collectie. Ook deze weer het verhaaltje van net. Super creamy, super gepigmenteerd. Brengt fijn aan, maar is ook weer absoluut niet mat. Dus als je echt een matte lipstick zoekt, dan zijn dit niet de lipsticks voor jou. Hij is een beetje bruinig rood. Ik vind dat hij er op beeld iets meer rood uitziet dan bruin. Maar in het echt is hij echt best wel bruin. Dus let daar wel op. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind hem ook heel mooi staan met de look. I like it. Deze lipsticks zijn voor mij echt een go. Echt een winnaar. Ik ga als laatste even een fixing spray opdoen. Ik gebruik deze van Catrice, de Freeze Fixing Spray. En dan zijn we klaar. Oké, nou dat was dan de hele make-up look met alle Action, Max en More make-up. Ik vind dat het echt goed is gaan. Ik vind deze collectie al met al echt een stuk beter dan hun oude collectie. Ik ga ook een full day wear test doen. Dus ik kom straks ook na een aantal uur bij jullie terug om te kijken hoe alles er nog op zit. Vooral met betrekking tot de gezichtsmake-up. Want qua foundation en concealer moet ik wel altijd echt even een dagje hebben om te zien wat ik ervan vind. Wat vind ik tot nu toe van alles? Deze lipsticks... echt aanraden. Ze zijn niet mat, dus het zijn wel echt gewoon creamy lipsticks. Maar ik vind ze echt super fijn, ook goed gepigmenteerd. Deze gel eyeliner brengt ook fijn aan, maar ik kan er echt op gokken dat die echt heel snel gaat uitdrogen. Dit paletje was echt het slechtste vandaag, een super slecht paletje. Dit oogschaduwpaletje, zeker voor de prijs, brengt die echt wel goed aan. Deze ene kleur was iets minder, maar al met al kun je er echt wel een goed ooglookje mee maken. De mascara vind ik een stuk beter dan hun oude, maar ik vind hem nog steeds helaas niet goed genoeg, dus ik ga hem toch niet per se aanraden. De foundation is super mat. Dus als je een matte foundation zoekt, deze gaat goed zijn. Hij brengt hem gewoon fijn aan. Hij ligt mooi op de huid. Ik vind wel dat je hem echt best wel goed kunt zien zitten op de huid. Maar ik denk ook dat het nog een beetje moet insmelten. Voor nu vind ik hem oké. De concealers vind ik ook oké. Je bracht er gewoon goed aan. Alleen niet heel veel dekking. Ik persoonlijk zoek altijd veel dekking in een concealer. Dus ik persoonlijk zou hem niet meer gebruiken. Maar ik denk dat iemand die niet heel veel dekking zoekt, gewoon nog een jong meisje die naar school gaat of wat dan ook, zou die ideaal voor zijn. Is ook lekker goedkoop. De matte primer, hij is fijn, maar hij maakt niet mat. Ik vind echt niet dat hij mijn gezicht mat maakte. Dus ja, dat is wat ik ervan denk. Dus al met al ging alles best wel goed. Ik ben best wel blij met alles. Ik raad ook echt best wel veel aan. Qua concealer en foundation moet ik echt nog wel eventjes gaan kijken wat ik ervan vind. Maar voor nu ben ik echt blij met hoe ik eruit zie. Ik zou gewoon zo echt over straat gaan. Je kunt echt niet zien dat ik Action make-up heb gebruikt. Even kijken. Het is nou 12:30. Zoals je kunt zien. Dus ik ga het zeker minimaal 6 uur oplaten. Ik hou het meestal 8 uur op. Maar we will see. Even kijken hoe mijn dag verloopt. En dan gaan we kijken hoe de make-up er aan het einde van de dag uitziet. Maar voor nu ben ik er echt blij mee. Alles ging echt best wel goed. I'm back. Het is nou 7:30. Dus het is iets van 7 uur later. Ik zal het hier even laten zien. Kijk. Het is 7:50. Ik film dit met mijn phone in mijn badkamer. Want je kunt dan ook gewoon mijn gezicht in real life zien. Gewoon in normale belichting bedoel ik. En ik ben echt in shock. Excuses als je een beetje echo hoort. Want dit is dus de badkamer. Mijn huid ziet er nog zo goed uit. Jongens, zien we dit? Het is ook echt nog super mat. Dus die foundation maakt je gezicht echt heel erg mat. Ik denk dat ook als je een vettige huid hebt. Hij echt... heel goed zijn werk gaat doen en echt heel goed mat blijft. En ik ben echt in shock. Kijk eventjes hoe alles gewoon nog zit. Ik zal even zo een beetje close-up laten zien. Kijk ook bij mijn neus. Hier zo, de concealer is ook helemaal niet overdreven. Ik bedoel overdreven gaan creasen of zo. Alles ziet er echt gewoon nog goed uit. En dit voor zo'n betaalbare foundation. Ik ben echt impressed. Ik vind het echt heel erg knap. Dus ik raad de foundation zeker aan. De concealer, ondanks dat de concealer echt mooi ligt op de huid, ook gewoon nog goed zit en alles, vind ik toch echt dat hij te weinig dekt. Het is echt een veel te lichte dekking. En ik denk dat iedereen juist concealer gebruikt voor de dekking. Dus om die reden zou ik de concealer helaas toch niet aanraden. Ondanks dat ik hem gewoon wel mooi vind liggen op de huid. Maar de foundation, ik vind het echt super goed. Het enige wat er af is, is de lipstick, maar die heb ik eraf gehaald. Ik ben echt compleet in shock. Kijk hoe goed alles nog zit. Dus ja, al met al is mijn mening onveranderd. Wat ik al goed vond, vond ik goed. Wat ik slecht vond, vind ik ook gewoon nog steeds slecht. En daar komt dan ook wel een beetje de concealer bij. Omdat die echt gewoon geen dekking heeft. En ja, het heeft niet echt nut dan om die te gebruiken. Maar jongens, deze foundation is echt wel een aanrader. Vooral voor die lage prijs. Heel erg mooi. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!